Hoi, ik ben Carlo en dit is mijn volgende vlog waarin ik je meeneem in de ontwikkeling en alle ins en outs van dit waanzinnige apparaat, mijn modulair Hammond. Die eigenlijk nog volop in ontwikkeling is, maar tegelijkertijd al heel veel biedt om jullie te kunnen vertellen. In mijn vorige 3 vlogs heb ik verteld over het hele concept van dit apparaat en over wat het bovenklavier eigenlijk kan. In deze vlog wil ik je meenemen naar het onderklavier, daarbij zeggende dat eigenlijk de opbouw hetzelfde is als het bovenklavier, maar er weer een hele andere set aan effecten en mogelijkheden is toegevoegd. Het onderklavier is eigenlijk gewoon het Hammond-orgel, zoals we dat herkennen. Waaraan ik in dit geval een analoge laag aan bewerking toevoeg, met onder andere deze Moog & Froger, die kan bedienen met een van de voetpedalen. Al deze effecten gaan dus weer terug dat orgel in, waardoor er één sound, één geluid ontstaat. Een ander voorbeeld. Een prachtig apparaat, ook uit de jaren 60 volgens mij. De Mellotron. En dat effect wordt in dit geval ook via de audio aangestuurd. Zonder het directe orgelsignaal. Maar je toch dat orgelsignaal gewoon in terug hoort komen, want zonder orgelsignaal hoor je ook geen mellotron. En ook die gaat dus weer terug in de hele signaalketen. Een ander idee is dat ik het boven- en het onderklavier niet per definitie wil gebruiken als een solo deel en een akkoordendeel. Dus ik kan ook bovenin eigenlijk mijn begeleiding spelen. En onderin solo. Met of zonder delay. Zo zie je maar dat al die functies dan eigenlijk door elkaar heen kunnen lopen. Nou, dat is best wel heel eigen en apart. Een van de andere controllers is bijvoorbeeld de wah-wah-pedaal. Thank you.
de effecten die natuurlijk via deze controller uit Ableton komen. Waarin er bijvoorbeeld delays zijn. Ik ga het waar weer even uitzetten. En de Mellotron. Om bijvoorbeeld, als ik één drawbar uittrek, een hele strakke toon. En ik geef daar een delay. Ik geef me dit pedaal een signaal. Kan ik eigenlijk de sound laten voortklinken. En met verschillende drawbars. De Leslie laten spelen. Kortom, dat is weer een heel ander spectrum. Tot slot, in deze sectie heb ik nog dit hele modulaire synthrack staan. Met allemaal losse modules. Dat is nog een redelijk nieuw gebied voor mezelf. Maar daar gaan we zeker nog een keer een vlog aan wijden en helemaal op inzoomen. In dit geval stuur ik ook weer dit onderklavier stuur ik naar dit rack toe. Ik ga even alle signalen droog maken. Dat is bijvoorbeeld dit. Nu hoor je niets. En als ik nu het rack openzet, dan hebben we het audiosignaal verdeeld over verschillende modules. Dat hoor je bijvoorbeeld nu. Of. Je hoort dus nog steeds dat het orgel de basis is. Ableton stuurt de klok uit, stuurt het tempo, waardoor dit kan reageren. Want als ik Ableton stopzet, dan blijft hij ook hangen. Dit zijn een aantal mogelijkheden die ik kan combineren met alle mogelijkheden in het sound design die ik in de vorige vlog heb uitgelegd. Hierna gaan we overstappen naar deze sectie. Dit MIDI keyboard, waarom gebruik ik dat? Waarom denk ik dat dat iets toevoegt aan dit hele concept? En natuurlijk gaan we ook naar de bottom, naar de voeten, het voetpedaal, het basgedeelte. Wat eigenlijk het fundament onder mijn hele sound is en de muziek die ik maak. Vind je dit een leuke vlog? Wat ik hoop, reageer, abonneer en hopelijk tot de volgende keer.